Mijn naam is Jordi Schouten. Ik ben leerkracht op de Matthäusschool. Het is zeer belangrijk, vinden wij, dat de leerlingen het werk van de politie leren kennen. Dat zij begrip krijgen voor het werk van de politie, dat het niet altijd even makkelijk is. Maar dat ze ook de mooie kanten ervan leren ervaren. Dat het werk uit meer kanten bestaat dan alleen boeven vangen. Dat ze er ook voor de mensen in de wijk zijn. Vandaag zijn de politiekids beëdigd. Zij hebben moeten beloven dat ze hun plicht zullen doen. En ze hebben hun beëdiging gekregen vandaag onder leiding van de wijkwethouder. Eigenlijk de aftrap voor het project. En wij zijn een voorbeeld voor andere kinderen. Dat beloven! Ze krijgen voorlichting, ze gaan naar het politiebureau toe, ze krijgen rondleiding. Ze leren ervaren hoe het is om politieagent te zijn. Wij moeten leren dat wij niet al het respect moeten houden en niet vuilnis gooien op grond. En dat er geen dieven in de land komen, omdat dat is niet fijn. Ja, trotse vader, hè? Dat je zoon hierheen mee wil gaan en dat hij zich betrokken voelt om iets te betekenen voor de wijk. En als je dan al op zo'n jonge leeftijd in aanraking komt in toch wel een super gaaf project met de politie, met handhaving, met de gemeente. Om te kijken van hoe kun je elkaar beter begrijpen en hoe kun je elkaar ook verder helpen. Dus echt enorm belangrijk. Ik hoop dat dit dus zeg maar zijn effect zal hebben op alle politiekids, maar dat hij dat ook meeneemt zeg maar in de toekomst. Voor zichzelf in vorm van normen en waarden, maar misschien ook in de toekomst bij de politie te gaan werken.